kijkers van de Gamer Games en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Minecraft Island. Wat? Minecraft Island Survival? Nee, het is gewoon Survival Island. En de vorige keer hebben we hier een mooie lava pool gevonden met. Toen zijn we hier naar beneden gegaan en toen wilden we wat iron zoeken en zo, dus dat hebben we gedaan. En ik was even van plan met dat iron. Oh, ja, kijk, een schaar. En dan kunnen we even schaapjes gaan scheren. En dan hoop ik dat we genoeg wol krijgen om een bed te maken. Want dat zou super handig zijn. Want dan kunnen we namelijk slapen. En dan hoeven we niet meer die vervelende nacht door te kijken. Of door te beleven, zeg maar. Dus ja, dan hebben we daar geen last meer van. Dus dat schaap, dat was hier ergens. Tenminste. Oh. Ik ga niet zeggen dat... Oh, daar is meneer Schaap. Hallo, Mr. Schaap. Komt u alstublieft even naar mij. En... Piep. Oh, shit. Oeh, shit. Dat is verkeerd. Nee. Hoeveel wol? Oh, yes. We hebben 3 wol. Oké, dat is genoeg. Dank u, Mr. Schaap. Heel erg bedankt. Sorry dat ik u sloeg, maar... Ik klikte op de verkeerde knop. En dat is niet de bedoeling, hè. Dat mag niet. Oké. Nou, dan gaan we eens even een mooi bed maken. En mocht het dan weer nacht worden, dan kunnen we dat overslaan. Och, dat is toch zo'n mooie uitvinding, hè? Een bed. Geweldig. Oké, even kijken. Dan heb ik wel hout nodig. Hout. Oké, hier. En dit. En dit. Gewoon precies genoeg, hè? Het schaap wist gewoon dat ik wilde gaan slapen, joh. Nou, dan gaan we dat maar even ergens neerzetten. Oh. Dit heb ik niet nodig nu. Zet maar even... Ja, wat maakt het ook uit eigenlijk. Zet maar gewoon hier neer. Zo. Nou, kijk. Nu hebben we toch behoorlijk wat gedaan. En nu hebben we toch wel eigenlijk de basic spullen toch wel al een beetje, vind ik. We hebben nog niet echt een fatsoenlijk huis. Maar dat kan later allemaal wel komen. En dat kunnen jullie een keer achterlaten in de reacties na aflevering 5. Want dan ga ik denk ik wel... opdrachten van de kijkers aannemen, zeg maar, op die manier. Het lijkt me verstandig om gewoon te gaan minen nu. En dan moet ik eens even nog een pickaxe maken, want deze is bijna kapot, die iron pickaxe. En dat is niet goed natuurlijk. Even kijken, wat die schaar die kan maar weg. Oké, even spullen die we niet nodig gaan hebben even hier leggen, want mochten we natuurlijk doodgaan, ja... Dan heb je een probleem, hè. Dan heb je zeker een probleem. Nou, dit kan allemaal wel zo blijven, hoor. Oké, dan gaan we nog een keer minen. Net zoals de vorige keer. Oh, shit. Dan stoot ik heel de tijd mijn kop hier tegenaan. Ja, dat komt nog wel een keer goed, hoor. Nou ja, eigenlijk is het best wel heel erg vervelend. Maar ja, we moeten het er maar mee doen. Het is niet even niet anders. Hoppakee. Hoe hoog zitten we al? We zitten op... Wow. Oh ja, we zaten helemaal nog niet zo... Hey, wat is dit nou? Oh, wacht. Zo. En, oh. En zo. Oké. We zitten nog helemaal niet zo laag eigenlijk. We moeten natuurlijk naar hoogte 12 om goed te kunnen minen. Want daar zitten de meeste resources, zoals de meeste van jullie ook wel weten. Dus dan moeten we daar maar eens even naartoe gaan. En kijken wat we daar kunnen vinden. We moeten natuurlijk ook wel goed torches plaatsen. Want anders dan... zien jullie helemaal geen reet. En jullie moeten natuurlijk wel iets zien, want daar zijn jullie voor gekomen. Jullie zijn er niet voor gekomen om naar een zwart scherm te staren natuurlijk. Dat is toch helemaal niet leuk, joh. Dat is helemaal niet leuk. Maar ja, ik had dus nog geen reacties gekregen van... bouw dit dan ofzo, of bouw dat, of maak een... weet ik veel... Zeg maar suggesties, die heb ik nog niet binnengekregen. Dus ik hoop wel dat ik die nog ga krijgen. Want ja, dat is wel de bedoeling van deze serie. Om het een beetje interactief te houden met jullie. Of ja, interactief. Zeg maar, ja, ik wil jullie er gewoon bij betrekken, zeg maar. Bij dit hele, ja, gewoon bij dit hele eiland. En dat kan alleen op die manier. Of nou, niet alleen op die manier. Maar het is een van de manieren om jullie daar leuk bij te betrekken. Van, goh... Van ja, dat ik gewoon een opdracht uitvoer of zo, die jullie in de reacties achterlaten. Oh, kijk. Oh, nu heb ik geen schep om dit weg te halen. Maar wacht. Ik kan wel. Zo. Oh.
Oh, het is helemaal niet veel. Maar het is wel vervelend. Oh, hier is het wel. Ah, kom op. Ik haat het gravel. Dat is serieus zo vervelend, hè? Oh. Met torches terug. Ik weet niet of jullie het vervelend vinden dat ik die coördinaten de hele tijd aan heb staan. Maar ik heb ze even uitgezet voor de zekerheid. Want ja, het kan storend werken, denk ik. Vast wel. Dus ja, wat gaan we doen? Dit is natuurlijk best wel saai om naar te kijken, maar het is even niet anders. Het is toch nodig, hè? Zo is het altijd in Minecraft. Je moet bepaalde dingen doen die je... Oh, wacht, ik ga het even op een andere manier doen, hoor. Oh, dat was te vroeg. En... Ja, hallo. Ja, wat is dit nou weer? Oh, nu werkt het wel. En die ook. Nee, die niet. Hè? Wat is nou? Ah. Gravel is soms zo erg irritant, hè. Dat is ongelooflijk gewoon. Echt waar. Ha, nou ja. Gelukkig is... Oh. Oh shit. Uh-oh. Daar komen onze Duitse vrienden alweer. Oh. Hallo. Oh shit. Ga weg. Ga weg, ga weg, ga weg. Ga weg. Rot op. Ga lekker... Oeh, yes. We hebben weer een achievement. Oh, dat is misschien ook leuk om gewoon alle achievements te halen. Maar dan moet je ook de Ender Dragon verslaan volgens mij. En dat wordt nog... Dat wordt nog wat als we dat moeten gaan doen. Holy shit zeg. Oh shit. Weer. Oké. Okay. Die. Wow, dit is een behoorlijke cave. En dan moeten we het even flink verlichten. Want anders komen al die mensen weer. En dan... Oh. Ik wil hier echt niet doodgaan. Nou, eigenlijk is het nog niet erg zolang we nog geen diamonds hebben ofzo. Ja, eigenlijk is het wel erg natuurlijk, maar het is altijd erg als je doodgaat. Behalve als je... Ah, nee. Ja, of je moet sterven van de honger of zo, dan moet je... Ja, dan moet je misschien overwegen om zelfmoord te plegen, maar ja. Oké. En ik weet niet of je daar dan blij mee kan zijn, maar... Nou ja. Even kijken, wat is hier allemaal te vinden? Oeh, ik zie daar redstone en dat geeft superveel XP, maar... Oeh. Hé, hey, lapis en shit allemaal. Kijk, laten we eerst eens wat kool hakken. Dat kunnen we ook wel gebruiken, tenminste. Oeh, daar kunnen misschien wel diamonds liggen. Want zulke, altijd bij van die lava pool dingen, meertjes, gedoe. Is altijd wel, ja, wat te vinden qua diamond. Hé, hey, hallo grote vriend, wat doe jij daar beneden? Ik zal je zo meteen eens in een lekker warm bad stoppen. En dan zal je branden. Heel erg hard. Kijk. Oh. Dan moet ik oppassen dat ik niet in één keer van achter word aangevallen. En dat ik dan... Hé, hey, wat is daar nou nog? Dit zag ik nog niet. Wat is dit? Oh, dit loopt dood. Ja, oké. Okay. Nee, niks te zien. Weg, weg, weg. Hoppa. En hier zag ik nog goud. Hé, hey, kijk eens aan. Dat mag ik natuurlijk niet missen. Alle waardevolle spullen moet ik meenemen. Hoppa. Kijk. Oké, okay, nou, dan gaan we eerst eens even Mr. Zombie gaan we in een lekker warm bad steken. Kijk, alsjeblieft. Veel zwemplezier daar, maar het zal niet voor lang zijn. Zo. En, oh ja, ik wil... Oh, sorry. Maar ik wil trouwens nog even uitleggen van ja, waarom... Het is weer een tijdje is geleden dat ik dat er een video is gekomen. En dat, nou ja, die reden is best wel begrijpelijk, denk ik. En dat is gewoon omdat ik op vakantie ben geweest. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. En meer heb ik ook niet te melden. Dus ik hoop dat jullie het wel begrijpen. Dat, ja. Kijk, ik zie dan dat er weer een paar abonnees vertrekken. Misschien dat dat komt omdat dat dan... te lang duurt voordat er een nieuwe video is, maar ja, ik deed mijn best om wat voor te zeg maar voor op te nemen. Dus de vorige aflevering had ik wel van tevoren opgenomen, maar alleen ja, ik had eigenlijk maar één van tevoren opgenomen, dus ja, dus ik kon er eigenlijk maar één inplannen voor in de vakantie, dus helaas moesten jullie toch wel dik een week wachten op een nieuwe, en dat is ja, dat vind ik zelf ook niet leuk, dat zeg ik ook. Ik probeer gewoon altijd zoveel mogelijk... Nou,
zoveel mogelijk is misschien overdreven, maar ik probeer als het kan en als ik zin heb en zo, dan is het, nou, dan vind ik het gewoon tof om weer een video te maken en zo, ja. Je moet natuurlijk ook niet tegen je zin in een video maken. Het is niet dat ik er geen zin in meer heb of zo. Ik vind het hartstikke leuk allemaal, maar soms heb je wel zo'n dag dat je, ja, jullie kennen dat wel, dat je gewoon zo'n dag hebt, weet je. Dat je niet, ja, gewoon, ik denk dat jullie het wel gewoon begrijpen. Ik denk niet dat ik dat verder uit hoef te leggen, dus ja. Laten we eens even dit water stoppen en, nou, wacht even, laten we ook eens even niet gaan voor de, oh shit, een cave spider, die zijn zo vervelend, die beesten. Ik had misschien ook een iron sword moeten maken, dat was misschien ook wel slim geweest, maar ja, daar ben ik weer te dom voor geweest natuurlijk. Oei. Dit was geen goede voorbereiding om te gaan minen, maar ja. Oh. Oh shit, een creeper. Mr. Creeper, ga weg. Ja, ontplof maar. Hoppakee. Ver weg van mij mag je ontploffen, maar niet voor mijn neus. Nou, ik moet hier echt niet gaan verdwalen, want anders dan komt het niet goed hier. Zijn hier diamonds? Nee, hier zijn geen diamonds. Op hoe hoog? Hé, wat is daar? Nee, dat is geen daglicht. Dat is gewoon... lava. Oké, we zitten op hoogte 13. Dat is dus... Ja, dat is dus eigenlijk wel diamond niveau, zeg maar. Dus het zou moeten kunnen. Maar, dan moeten ze wel verschijnen natuurlijk. En eigenlijk is de efficiëntste... Oh, shit! Hier, Mr. Creeper! Pak hem! Kijk, dat was goed. Dat vond ik nou weer even goed. Dat was gewoon goed gedaan. Gewoon een creeper recht voor de skeletten schieten. En dan ontploft hij en dan boom. Dan is het dag met Mr. Creeper en dag met Mr. Skeleton. Dus ja. Dus zo moet je dat doen. Dat zijn gewoon de skills eigenlijk. Dat zijn de Minecraft skills. En die kunnen jullie natuurlijk ook gebruiken, hè. Als jullie ook op dit eiland zitten, want jullie kunnen deze mensen ook allemaal tegenkomen. Dus ja, wil je ook nog op deze, op dit eiland spelen, dan staat de seed nog in de beschrijving tot aflevering 5. En op aflevering 5 laat ik een download linkje, dat staat er in de beschrijving, een download linkje van de map tot nu toe, of tot dan toe zeg maar. Dus wat we tot dan toe hebben gebouwd, hebben gemined en zo, dat steek ik allemaal in een chest voor jullie. En dan kunnen jullie daar lekker mee verder gaan. En zo kunnen jullie lekker meedoen. En dat vind ik gewoon, ik blijf erover uit, dat vind ik gewoon super tof. Dat lijkt me gewoon leuk om mensen te kunnen zien of zo, ja, van screenshots wat ze hebben gebouwd in deze wereld en hoe ze het aanpakken, of ze hetzelfde als mij aanpakken of anders. Dat lijkt me gewoon super tof. Dus ik hoop dat er, oh wacht, hier was ik net beneden, hè? Ja, dan ga ik, hoeveel, we hebben eigenlijk qua kool zat. De kool is niet het allerbelangrijkste nu. Hey, wat is daar? Oh, dat is gewoon water. Is dit onze trap zeker, hè? Dan ga ik hier even mooi twee toortjes plaatsen, zodat ik altijd weet waar ik naar boven moet. Want anders dan zie ik het nogal eens voor me dat we hier echt gaan verdwalen. Oh, wacht, hier. Ja, hier waren we dus net. Oké. Nou, dit was dus blijkbaar toch dichterbij dan ik had gedacht. Ah! Oké. Mr. Creeper, waarom moet jij altijd voor mij ontploffen? Dat is niet leuk. Je moet gewoon eens een end opdonderen met je stomme gunpowder. Steek een TNT in je aan. Zo, nee, dat heb je natuurlijk al. Anders zou die ontploffen. Oké. Oh, ik zie je goud. Hey, goud. Altijd mooi goud. Mooi. Oh, het is maar één goud. Ah, dat valt dan weer tegen. Dat is... hey, hallo. Hey, kom hier. Gaat dood. Zo. Heb ik eten? Oh, ik heb wel zombievlees. Nou, dan moet het daar maar mee doen. Ik moet er wel een beetje hartjes bij krijgen. Want als er nu eentje in mijn nek komt hijgen, dan is het klaar, denk ik. Oh, shit. Wacht, weet je wat ik moet doen? Daar is goud, maar dat laat ik even liggen. Dat kunnen we altijd later voor terugkomen.
Ik moet eigenlijk, ja, moeten. Je moet eigenlijk nooit iets, hè. Dat is een wijze les. Nou ja, behalve naar school en zo. Dat moet dan weer wel. Maar voor de rest moet niks. Behalve als je ouders het zeggen. Dan moet het wel. Maar in ieder geval, ik ga eens even op de 12. Ja, dit is 12. Dit is hoogte 12. En dan gaan we gewoon hier een strip mine maken. En dat is gewoon. Misschien weten jullie het wel, dat is zeg maar gewoon in één rechte lijn minen. En dat is best wel een efficiënte manier. En zo kom je veel tegen. Maar dan moet je wel op hoogte 12 blijven, want anders dan loop je heel veel dingen mis, denk ik. Want hoogte 12, ja, dat staat gewoon algemeen bekend. Daar ligt de shit hoor, daar ligt de shit. Dus. Maar, wow, ondertussen zit ik even naar de tijd te kijken. En ik ben alweer dik een kwartier bezig met mijnen en zo. En met deze aflevering. Dus misschien wordt het dan ook eens tijd om een einde te breien aan deze video. Alleen, dat is weer zo jammer, want we hebben eigenlijk. Ja, we hebben een bed gemaakt. Wauw, nu kunnen we slapen. Wauw, wat spectaculair. Dat was spectaculair. Goh, goh, goh. Ja, dus eigenlijk wat ik wil zeggen is dat we voor de rest eigenlijk gewoon geen reet hebben uitgevoerd. En dat is niet de bedoeling. We moeten natuurlijk wel een beetje actief zijn in de aflevering, hè. Want anders dan wordt het nooit wat op dit eiland. Oh god, gravel, gravel, gravel. Wat? Ben ik gewoon een diamond misgelopen? Diamonds! Yes! Ons eerste diamond, jongens. Oké, ik ga hem uitgraven. Oh, wat? Meer diamonds! Oh, ik ga hem helemaal uitgraven, want ik wil zien of er geen lava onder ligt of wat dan ook. Want anders dan is het gewoon weer weg met de diamonds en dat willen we niet. Zijn dit drie diamonds? Denk je het? Of zijn dit er meer hieronder? Het ziet er naar uit dat. Ja, het ziet er naar uit dat we drie diamonds hebben gevonden. Kijk. Kijk, en zo zit je maar weer op hoogte 12, hè, jongens. Dat is ongelooflijk eigenlijk, hè. Hoogte 12 is gewoon. Oh shit, ik moet wel die diamonds hakken. Want ik zit hier een beetje kool te hakken. En ik zie dat mijn pickaxe bijna leeg is. En dat. Dan kunnen we niks meer. Nou, dan ga ik deze diamonds hakken. Wow, 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 wow. Oké. Nou ja, hak die diamonds maar. Hoppa. Diamonds, yeah. Kijk. Zo werkt het. Zo werkt het. Nou, ik vind het gewoon een super einde van deze aflevering. Dus ik ga even snel naar boven lopen. En dan ga ik mijn toespraak weer houden van. Nou ja, dat kan ik ondertussen ook wel doen. Mensen, abonneer even op de Gamer Games. Doe even een like achterlaten op deze video als jullie meer van dit soort video's willen zien. Dus gewoon eigenlijk Minecraft Survival Island. Laat weten wat ik misschien moet gaan bouwen. Laat weten of jullie ook in de seed spelen. En laat weten of je misschien ook de diamonds hebt gevonden. Want jullie weten natuurlijk nu wel waar de diamonds liggen. En dat is eigenlijk best wel slim. Ja, dus. Oh wacht. Wat ik nog wel even wil doen is een extra overtje maken. Zodat we niet op dat allemaal hoeven te wachten. Dus dat ga ik even doen. Kijk. Nou, nu we dat gedaan hebben, vind ik het een mooi einde. Laten we nog even slapen. Kijk, even. Slaap, 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 slaapje doen, slaapje doen, slaapje doen. En zo. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Doe een like, reactie, abonneren. En dan zie ik jullie graag volgende keer weer terug bij een nieuwe Survival Island. Doei!